DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. We gaan zo kijken naar de eerste thuiswedstrijd van 2018. Thuiswedstrijd DVS 33 tegen Jong FC Groningen. Bert, als ik zeg er gaat niets boven Groningen, wat zeg jij dan? Ja, dat hoor je wel meer, maar vandaag zijn wij hopelijk de baas hier en gaat het alleen maar over DVS. Ik las in de voorbeschouwing dat je deze wedstrijd met zowel ontzag als optimisme tegemoet zit. Kun je dat uitleggen? Nou, omdat ik denk, als ik zie hoe de competitie zich ontwikkelt en je kijkt hoe FC Groningen zich als ploeg heeft ontwikkeld, dan verwacht ik heel veel weerstand vandaag. En wij zijn in een hele goede vorm. Dus dan ben je zeer nieuwsgierig van, kan je dat straks op het veld ook terugzien, dat die ploegen aan elkaar gewaagd zijn. En hoe gaan spelers daar dan mee om? Wie maakt dan dat verschil? Maak je dat individueel of maak je dat als team? Dat vind ik heel interessant om te zien. Waar denk je dat de kansen liggen voor DVS vanmiddag? Nou, ik denk vooral vanuit de omschakeling. Op het moment dat Groningen druk naar voren zet, dat wij, als we ons goed eronder uit weten te voetballen en dan onze snelle spitsen weten te bereiken, daar liggen de grootste kansen voor ons. Het gaat om plaats 4, werd ook in de voorbeschouwing genoemd. Hoe belangrijk is dat voor jou? Nou ja, iedere positie is belangrijk in de stand natuurlijk. Maar je moet ook heel eerlijk zijn, op het moment dat je in de periode niet hoog gaat eindigen, gaat het erom dat je in de stand zo hoog mogelijk staat, zodat je een periode over kan nemen. En dan moet je top 3 voor komen te staan, verwacht ik. Dus dan moet je eerst op 3 of 4 komen, wil je op 3 eindigen. Vorige wedstrijd uit bij Groningen, dat ging niet zo goed aan het eind. Zijn de jongens nou extra gefocust om wat recht te zetten? Ja, sowieso is het niet prettig als je 2 keer in een jaar van een tegenstander verliest. Dus dat moet je sowieso voorkomen. In die wedstrijd hebben we heel veel geleerd. En dat betekent ook dat je vandaag moet laten zien. Dus op het moment dat we in een situatie komen, dat je zo'n wedstrijd over de streep moet trekken. Nou, dan moet je laten zien of je daarvan geleerd hebt. En daar ben ik ook erg nieuwsgierig naar. Met welke 11 ga je dat vandaag doen? Ja, we gaan met Paul Epping in het doel, Joran van Zanten, Basiel Kamara, Dennis Hollaert en Rode Vries achterin. Niels Buitenhuis, Maurice de Ruiter, Koen Vloedgraven en Kai Velde op middenveld. En voorin Daniel van Warven en Benjamin Roemion. Ten slotte, FC Groningen heeft vorige week hard uitgehaald tegen Maghreb. Ik las ook, heb je je schoenen bij je vandaag of hoop je ze nodig te hebben? Nou, laten we voor het publiek niet hopen dat het nodig is, maar dat mag natuurlijk ook niet. Hè. Een trainer mag op dit niveau zeker niet meedoen bij zijn team. Maar als dat zover zou moeten komen, nou, dan heb ik mijn huiswerk echt niet goed gedaan. En ook de jongens natuurlijk niet. Maar ik verwacht een best wel spannende pot. En ik hoop dat het publiek de grote winnaar is en wij uiteindelijk op het veld. Nou, namens DVS TV en de kijkers wensen we jullie daar heel veel succes mee. Dank je, zullen we nodig hebben. Overname Roald de Vries. Stuurt Benjamin de Romillon weg. Ja, daar zit hij er weer voor. Roald de Vries. Dat is mooi door de benen gespeeld, maar goed geknepen door de nummer 35. Marijn Ploem. Kai Velda. Zoekt daar Daniel van Warven. Bal te kort. Niels Buitenhuis daar goed tussen, Van Warven. Goed, daar Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter voor de eerste keer. Wordt vastgehouden. Hij had even door kunnen laten spelen. Ziet dat goed? Het zal waarschijnlijk Kai worden. Of is het toch Maurice de Ruiter die mag gaan aanleggen? Kai Velda. Oh, in de muur. Wordt Hens geclaimd? Ik zag het niet. Sterk van Maurice de Ruiter. Begaat wel de overtreding. Overtreding. Hebben natuurlijk na de uitwedstrijd wel wat recht te zetten tegen de Groningers. En ook vorig jaar werd hier uiteindelijk met 3-2 verloren in de laatste minuut, weet ik nog. Ja, en dan in Groningen ging het volgens mij ook zo heel lang voorstaan. Ja, en op het laatste werd het ook 6-2. Het is snel genomen, kort. Kai Velda. Daniel van Warven. Oei. Niet goed geplaatst. Nou kan Groningen er vandoor. Michel Breij, gevaarlijke man, geeft daar een goede paas. Joel Donald. Buitenspel. Of de bal is al achter de lijn geweest, denk ik. Ik denk dat het tweede is, of niet Maarten? Ik zie hem appelleren echt als het buitenspel is. Oké. DVS wel mazzel, snelle omschakeling. Het was een vrije trap voor DVS en 10 seconden later een kans voor FC Groningen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Beetje onduidelijke bal allemaal. Nou ja, kopjes erbij.
Voorzet weggewerkt door Niels Buitenhuis. Abselem kan niet opvangen, want daar is Daniel goed. Ja, alle ruimte voor Maurice eruit. Goed, de ruimte daar. Oh, dat is een mooie bal. Als hij bij Koen valt, Koen kan gaan schieten. Oh, mooi geprobeerd. Mooie aanval, mooie bal van Maurice de Ruiter op... Ja, en een prima Koen keuze denk ik van Koen om gewoon te schieten. Voor hetzelfde geld valt hij mooi bij de tweede paal in het netje. Bal die daalde net iets te laat, zeg maar. Kramer. Maar schatte dat goed in en nu is het Abselem met de bal. Lange bal, goed, maar die hoor. Valt ook bij Daniel van Daniel Werven. Roemion met de beweging en schiet net naast de goal. Goeie kans hoor. Wederom gevaarlijk moment. Ja, het is Groningen toch wel een beetje slordig. Ja, absoluut. DVS weet goed te storen. Dus een halve bal is dan vaak voor DVS in deze fase. Kon Vloedgraven. Benjamin Roemion met Vinson bij zich. Kon Vloedgraven. Schot geblokt. In tweede instantie Benjamin Roemion. Kaatst eigenlijk met de... Hey! Scheidsrechter. Daar zat wel een arm bij, maar het was misschien een beetje te licht om een strafschop te geven. Benjamin Roemion kaatst eigenlijk met de verdediger, zag je dat? Ja. Een 1-2'tje met de verdediger, dat kan natuurlijk ook. Goed daar ingrijpen van Dennis Hollard, maar Groningen kan verder met de brei. Handige voetballer hoor, die Michel Brei. Hij loopt niet te breien. Nee, inderdaad. Hij breidt zich er aardig uit. Het was misschien een beetje een oneerlijk duel. Kramer is een grote sterke jongen tegen Roemion. En Roemion wil verliezen. Kijk, dat storen weer. Ja Kijk, hoor. Dat storen ja, hoor. Weer. Ja, hoor. Kijk eens, nou, dat muis. Storen weer. Doen. En iedere traf. Oh, Kai Velda. Oh, oh, oh. Dit moet 1-0 zijn, Maarten. Ja, dit had misschien wel de 2-0 moeten zijn. Ja, nou, daar heb je ook weer gelijk aan. Laten we eerst maar eens 1-0 maken. Kansen van beide ploegen gezien. De grootste natuurlijk voor DVS, maar dat is niet goed wat Niels Buitenhuis doet. Kan Groningen er weer vandoor. Die is snel. Op de rand 16 meter is het met nummer 47. Michel Brey. Bal net naast de goal van Paul Eppink in tweede instantie. Halve bal op Niels Buitenhuis, die wilde wegdraaien. En het was... Ook snel omgeschakelde jong FC Groningen. Ze hebben een aantal snelle mensen voorin. Het lijkt alsof ze niet echt met buitenspelers voetballen. Eén diepe spits en een aantal middenvelders eromheen. Veel ruimte dus voor de links- en de rechtsback van DVS als ze de bal hebben. Maar dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor de backs van Groningen. Lange bal nu, die valt er overheen. Maar het is Basil Kamara die gelukkig de bal kan weghalen. Abselem. Naar Brey. Goed duel om de bal. Goed ingegrepen hoor. Dat is ook een mooie bal zeg. Daniel van Warven. Ah, die bal stuit het net verkeerd op. Koen Vloedgraven. Kai Velda. Dat is een keeper. Abselem die inmiddels 3 eredivisiewedstrijden heeft gespeeld. Dus al wel wat ervaring heeft. En ook vorig jaar hier een goede wedstrijd speelde. Is dat geen overtreding, scheidsrechter? Paul Epping uit zijn goal. En, heel goed. Rustig. Rustig opgelost. Er de Vries ingespeeld. Een lange bal. Benjamin Roemion. Dit is ook weer lekker hoor, die aanname. Keurig gedaan, ja. En die paas gaat naar Van Warven. En die is goed. Is de aanname goed? Als hij nu Kai Velda ziet. En Kai Velda gaat schieten en op de goal. Nee, hij gaat over de goal. Het zijn toch wel kansen, Maarten? Ja, weer een goede fase hoor. Een aantal momenten. En, 2 keer Maurice de Ruiter die... een goede opzet heeft. Nou, overname Daniel van Warven. Een goede diepe bal hoor. Snijden. Is de aanname goed? Dat is een overtreding. Ja, dat is duidelijk een overtreding, scheids. Ik denk dat daar ook wat bij hoort, Maarten. Ja, dat, ik verwacht niet dat hij een rode kaart gaat trekken. Dat doet hij ook niet. Nee, geel. Maar je zou kunnen zeggen dat er duidelijk een weg vrij was voor Maurice om richting goal te gaan. Bert gaat ook verhaal halen bij de grensrechter. Maurice of Daniel? Nou, dit zou een linkspootje moeten zijn. Maurice. Dus de keeper heeft weinig te zien. Hij kan daar boven in die... In die mooie hoek. Oh, door de muur heen. Idee net was naast goed. De goal.
uitvoering helaas een metertje te veel naar rechts. Ja. Paul Epping, Dennis Hollard, Jorre Versante. Kom Vloedgraven. Goed, dat is een goede bal. Benjamin Romillon. Het is nog ver. Had hij daar niet gewoon moeten struikelen over dat beentje? Daar was wel contact. Ik denk dat hij hem gegeven had. Ja, daar was contact. Nu komt hij net niet uit. Kai Velda die dacht van, ik haal even uit over de keeper, maar vergat de bal. Wel goede aanname. Ja, kijk. Misschien is het beter zo. Ja. Spelen we hem gewoon uit. Benjamin Romillon. Voorbij. Kai Velda nu af. Kom Vloedgraven. Lekker hoor. Keurige voetbal. Goeie bal. Oh, daar gaat mijn blaadje. Daar gaat de opstelling. Ja, de opstelling vliegt de lucht in. Donald gaat daar alleen de keeper voorbij. Af. Nou scheids. Niks aan de hand. Hij viel wel over een been heen, uitgestoken been. Ja, het kan maar zo. Maar het leek wel alsof er iemand voor stond. Dan hadden we DVS even mazzel. Scheidsrechter laat toch nog wel even doorgaan. 45 minuten zitten er al op. We zitten in de extra tijd van de eerste helft. Zo. Wat gaat daar gebeuren? Hij gaat een gele kaart geven voor een Svalde. Ja. Nou ja, dan kan je ook zeggen, waarom fluit hij dan een halve minuut geleden niet voor een Schwalbe als hij zo duidelijk was in zijn oordeel dat het geen penalty was. En geeft hij nu ook een gele kaart. Marcus de Ruiter stuurt maar de Benjamin Romillon weg. Benjamin Romillon, 1-1. Buitenspel. Nou, dat leek me niet hoor. Nee. We zijn niet helemaal objectief hier natuurlijk, maar dat leek me geen buitenspel. Het is een fantastische bal van Marcus de Ruiter, maar speelt Donald in. En probeert hem door te steken naar Breij. Maar het is Niels Buitenhuis. Nee, het is niet Niels Buitenhuis. Het is Breij. Over de goal. Een mazzel voor DVS. Daar komt DVS goed weg hoor. Daar komen we heel goed weg. Niels Buitenhuis en Jonge Verzand. 100% kans. Mike Aris moet een blok doen bij Basiel Camara. Nou, ik ben benieuwd of dat doorgekomen is en of hij er wat mee gaat doen. Nee, dat gaat niet helemaal lekker. Nou dan, schieten. Och, jongens. Wat een kans, DVS. Maurice de Ruiter raakt hem een beetje op zijn buitenkant. En die bal vliegt er overheen. Die had er prima in gekund. Als je die vol op je vreef raakt, gaat hij rechtdoor. Nu ging hij omhoog. Ja, hij baalt ervan. Koen Vloedgraven. Maurice de Ruiter. Mooi duel nu tegen Absalem. 1 tegen 1. Nee, daar komt hij hoor. 16 meter binnen. Gaat er omheen. Nog eens een keer. Nu dan. Nee, weer niet. Ach, goeie actie van Maurice de Ruiter. Maar de bal die wilde gewoon niet in. Hij wilde niet in tot nu toe. Durf het bijna niet te zeggen. Maar soms heb je van die wedstrijden dat hij er gewoon helemaal niet in gaat. En dat je wel 3 dagen achter elkaar kan voetballen. Maar dat hij gewoon... We hebben ze hier ook wel eens gezien. Ja. Paul Epping. Kom Vloedgraven. Schoot een beetje te ver voor zich uit die bal. Loopt goed af. Goeie 1-2. Snijders. Weer net niet. Net niet. Nou, hou de druk erop. Nu een foutje. Ja, Snijders. 1-1 met de keeper. Oh, Snijders. Nee toch. Daar had hij de 1-0 op zijn voet. Wat een kans. Kans, hé. Ongelooflijk. Dennis Hollard. Mag nog allemaal door van de scheidsrechter Puts. Kijkt nu op zijn klok. En DVS nog een aanval. Ja, precies. Nou, brom eraan. Gaan. Ja, kijk eens. Gennaro Snijders. Vol erin. Blesseert zich waarschijnlijk zelf daarbij. Geeft ook alles, maar... Frederiks.
naar de buitenkant gedrongen. Absalem. Robert de Vos. Breij. Breij achterin. Oh, een omhaal. Schiet voor de goal langs van Paul Epping. Dan zal het nu wel tijd zijn, maar was de laatste kans waarschijnlijk voor Jong FC Groningen. In een wedstrijd met een hoop kansen. Een hoop kansen ook voor DVS, die er, waarvan er echt wel eentje in had gemogen. Was ook Paul terecht Epping. Geweest. Maurice eruit de kop door. Kan Snijders niet bij. Nou, Roemion. Mike Arends. Absalem daartussen. Vinson. Mike Arends nog een keer. Scheidsrechter kijkt nog één keer. Naar Maurice de Ruiter. Nee, in de handen van keeper Jan Hoekstra. Buitenspel. En afgelopen. Daar fluit de scheidsrechter voor de laatste keer. De wedstrijd eindigt hier in een 0-0 gelijkspel. De punten worden verdeeld. Tussen DVS 33 en Jong FC Groningen. Je hebt 0-0 wedstrijden die mooi zijn en minder mooi. Dit was een mooie. Kun je ons door de wedstrijd heen loodsen, Alfons? Nou ja, ik denk dat wij absoluut niet goed aan de wedstrijd beginnen. We wisten wat ons te wachten stond. Ik heb ze de hele week heb ik ze gewaarschuwd. Ook met beelden van de laatste competitiewedstrijden van DVS. In die derby tegen VVOG. Dus we wisten wat ons te wachten stond. Ik vind het met Spakenburg de beste ploeg bij ons in de competitie. Dus voor ons een hele mooie graadmeter om deze wedstrijd aan te gaan. En we begonnen dramatisch aan de wedstrijd. Waar heb je ze precies voor gewaarschuwd? Nou, de agressiviteit, de felheid, het voetballend vermogen, snelheid, scorend vermogen. Eigenlijk een hele complete ploeg, veel ervaring. En ja, dat dit voor ons een heel mooi meetmoment zou kunnen zijn in de competitie. Om te kijken of we daadwerkelijk ook de stappen hebben gemaakt die wij denken dat we hebben gemaakt. En nou, dat bleek dus al heel snel dat we met beide voetjes weer op aarde waren. En desondanks in de vijfde minuut krijgen wij denk ik in een omschakelmoment de beste kans. Maar ik denk als je met rust 0-0 staat, mag je je handen dichtknijpen. Want het had zomaar 5 of 6-3 kunnen staan. En dan speel je een verloren wedstrijd. Nou, daar hebben we over gesproken in de rust. Dat we veel zorgvuldiger in balbezit moesten zijn. Veel hoger tempo. Niet altijd de voetballende oplossing moesten zoeken. Ja, omdat ze er bovenop zaten. Ze dwongen ons tot kort spel. Nou, dat willen ze graag. Dan kunnen ze vooruit druk zetten. En vanuit het veroveren van de bal. En snel counteren naar onze goal. Nou ja, dat moeten we dan nalaten. We moeten dan sneller zorgen dat de bal bij de spitsen komt. Sneller de bal van kant wisselen. De keren dat we dat deden kregen we ook wat rust in het spel. Maar het was gewoon te weinig. En je behoort gewoon op achterstand te staan met rust. Nou, in de rust ook wat dingetjes aangegeven. Hè, vooral daarin. Dat we in alles dat we veel agressiever en dat we veel feller moesten zijn. Hoger baltempo, meer van kant wisselen. Veel meer beweging vanuit de diepte. En als het even niet kan, de bal heel simpel naar de spitsen brengen. Spelen vanuit de tweede bal. We hebben ook wat gewisseld. We zijn ook eigenlijk vanuit 4-4-2 gaan spelen om het wat duidelijker te maken voor onze spelers. Achterin, centraal, komen ze dan 1-op-1 te spelen. De backs worden vrije mensen en op middenveld speel je 1-op-1. Nou, ik denk dat we een kwartier, 20 minuten daar redelijke controle over hebben gehad. Maar daarna werden we weer slordig en dan gaat het gewoon om de discipline op te brengen om vanuit je taken te blijven spelen. En dan denken wij dan nog te veel in balbezit, waardoor we weer ruimtes weg gaan geven. Waardoor we weer gaan lopen met de bal, onnodig balverlies leiden, waardoor we hun weer in de kaart speelden. Dus ja, ondanks dat je, vind ik, dat de tweede helft wat meer grip had, mag je hier erg blij zijn met een gelijkspel. Alfons merkt terecht op dat hij eigenlijk in de rust achter moet staan. Wat heb jij in de rust tegen de jongens gezegd van jou? Ja, het omgekeerde van Alfons, hè? Dat we eigenlijk voor hadden moeten staan. Ik kreeg een beetje het Harkema gevoel, wat we hier thuis ook hadden. En ik vind, je doet veel goed de eerste helft. En er zat ontzettend veel plezier, straalde bij uit in hetgene wat we deden. En ja, uit al die kansen moet je er minimaal 2 maken, zo simpel is het gewoon. En dat laat je na en dan moet je dat in de rust uit je kop zetten. Dan moet je alles wat gebeurd is, moet eruit ten aanzien waar je negatieve gedachten bij hebt.
Tweede helft moet je dan weer op jacht gaan naar de goede dingen. Lukt inderdaad de eerste kwartier nog niet goed genoeg bij ons. Daarna kwamen we wel weer goed in de wedstrijd. En heb je uiteindelijk nog, denk ik, met de grootste kans met Gennaro 1-op-1 moment. Maar we hebben de tweede helft te weinig afgedwongen om FC Groningen echt pijn te doen. Ik moet wel zeggen, de discipline van onze groep, van ja, weet je, in ieder geval niet verliezen. We bleven elkaar goed helpen. Want het is gewoon een hartstikke goed elftal, jong FC Groningen. En wij hebben ons ook heel volwassen getoond in dit duel. Je zei het net in het begin al, een mooie 0-0. Dat denk ik ook wel. Het applaus van het publiek was ook terecht voor beide teams in die zin. Alleen dan eigenlijk wil je het liefst dan eigenlijk nog 2-2 zien. Dat is mooi, nog mooier voor het publiek. Maar ik ben heel tevreden, heel trots op mijn groep dat ze dit ook konden brengen. Ook tevreden met een punt achteraf hier dat je nu staat? Nee, zeer zeker niet. Want ik vind, dat is al een beetje flauw om te zeggen, maar ik vind wel dat we 3 punten verdiend hadden op basis van degene van de meeste kansen. Maar ja, zo werkt de voetballerij niet. We hebben ook eens wedstrijden 1-0 gewonnen, wat we 0 kansen hadden. Nu hadden we het af moeten maken. Een beetje balen dat we gedwongen 2 keer moesten wisselen. Dat was jammer, want er kon ik geen extra accenten meer aanbrengen. Maar goed, we doen weer volop mee en we doen nog steeds volop mee in de competitie. En niet 2 keer verloren van een jong FC Groningen, dat is ook een prestatie. Kijk. Heren, allebei gefeliciteerd met een punt. En jullie spelen volgende week tegen? Wij spelen thuis tegen Capelle. Heel veel succes erbij. En Bert, wij gaan naar? HSWA, ja. Dan gaan we kijken of we daar weer de volle 3 punten kunnen halen. Bedankt heren voor deze korte analyse. Oh, sorry. DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO, Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.